Oké, jongens, ik ben zo excited voor deze video. Deze video wordt zo leuk. Oké, ik heb vroeger, heb ik me zoveel bezig gehouden met tekenen. Ik heb heel veel getekend vroeger. En ik heb dus ook heel veel stripboeken gemaakt. Want mijn droom was altijd om een stripboek te maken. En ik wilde stripboeken maken. Hoe vaak heb ik stripboeken gezegd? Best vaak. Ik heb mijn stripboeken weer teruggevonden. Tenminste, niet allemaal. Ik heb er een paar teruggevonden. De rest ligt nog in de kast. Die heb ik eigenlijk ook gevonden. Maar ik ga jullie alleen maar eentje laten zien. Van één ding heb ik iets van drie delen gemaakt. Ik heb ze hier in mijn handen. We gaan ze samen bekijken. Oh my god, we gaan even naar beneden. Oké, er zijn... Hey Milo! Oh my god, let's go. Oké, voordat ik dit laat zien, voor de duidelijkheid. Ik zat in groep 5, 6... 5 of 6. Dat is, even tellen, 1, 2, 3... 10 jaar geleden. Jezus. Het moment dat je gaat zeggen 10 jaar geleden, dan voel je je oud, jongens. Ik hoop dat dit een beetje te doen is. En ik hoop dat ik even de goede pak in één keer. Oh my god. Oh my god, dit is het. Dit is het, dames en heren. Oh, dit wordt wat. We gaan ze samen lezen. Het gaat echt nergens zo. Kijk, dit is mijn stripboek. Lightning Man, jongens. Lightning Man. En dan had ik erbij gezet Lightning Man Magazine. Nieuw. Hij is nieuw in de winkel, jongens. Oh, ik lach mezelf nu uit, maar ik vond dit echt vet om te maken. Kijk hoe die daar staat. Dat staat op een gebouw. Zo, wat staat hier? Meneer Lightning op zoek naar schurken in de grote stad. Met 3 strip, met 2 voorstellingen, leuke moppen en een spelletje. Oh my god! Oké, eerste pagina. Dit wordt mooi, jongens. Ik neem jullie mee. Ze worden over de course van de 2 boeken worden ze wel beter. Hier zitten 2 strips in en daar zit er 1 in. Dus dat houdt in dat ik er 3 gemaakt heb. En toen had het blad geen budget meer, helaas. Oké, daar zijn we. 'S nachts. Er is niets te doen. Raar. Bam. Wat is dat? Laat ik maar gaan kijken. Verderop in de stad. Oh nee, dat is Noppes. Noops. Hij is te groot. That's what she said. Oh nee. Een auto. Oef. Wat gebeurt er dan? Oh, I recovered. Lightning op hem. Yes, in de roos. Dan krijg je yes met een J. Lekker bezig. Kom maar op. Bzz, bam. Oh shit, een ziek gevecht, weet je wel. Met 2 stralen. Ah, oh, bam. Ah. Au, mijn rug. Hier was ik gestopt met inkleuren, volgens mij. Oh. Bam, en we gaan verder, hoor. Ik ben... Beter, Lightning. Gelukkig, nu geeft hij minder wraak. What the fuck? Maar meer. Huh? Oké, au, ik heb Lightning. Ik heb je Lightning. Oh, dat was het. Er moet toch iets zijn wat hem tegen kan houden. Oh, maar wat? Oh ja, water. Hey, hallo, kijk eens. Wat? Hier. Een. Wat? Een Porsche. Van eigen deeg. Ah. Nee, ik ben allergisch. ha. Kappen. Terwijl die wegrent. Bam. Oeps. Zo, laat me niet lachen. Ik krijg je nog wel. Ja, dat was andersom. Weg. Maar het is nog... Zo, daar ben ik vanaf. Gelukkig. Baf. Zo. Eindelijk naar huis. Om 00:00. Hey, thuis. Ik ben van plan. Vergeet niet wat er staat. Ik ben Planktonius. Oh nee. Nog een schurk. Die pak ik wel. The end. Oh my god. Het staat wel rechtsonder van dit verhaal. De baas van elektriciteit, Planktonius. Oké, daar gaan we, jongens. Oh nee, niet een. You. Voel de kracht. Schok. Bam. Ik heb geen kracht meer. Ik kan niet vechten. Hey, baas. Verloren. Oh, helaas verloren. Oh, mijn tekstballonnetjes waren on point, jongens. Niet verloren. Ah. Beter zo. Vervelende schok. Mijn... Wat staat daar? Mijn Yanktoonies. Mijn ja... Only if I had beter schrijfles op de basisschool. Wat staat hier? Dit wordt... Bonje. Dit wordt bonje, jongens. Gaat uw gang. Oh, zo'n zieke tekening. Oh.
Zo, alles. Ah, nee, niet doen. Ha, ha, ha. Oh, hij heeft ineens een mitrailleur vast. Oh, nee. Ah, ik ben weer. Ik kan weer vliegen. Oh, dat was het. Ik kan weer vliegen. Hij kan weer vliegen, jongens. Oké, ik sta al op. Oh, neer. Nou, sta op. Oh, kom hier, mijn vrienden en metalen. Waar wou je die vandaan halen? Ha, ha, ha. Oh, en dan zijn er ineens allemaal metalen vrienden. Oh nee, hij heeft vrienden. Hij heeft vrienden. Oh, wat is dit? Het is een soort van metaalbeest of zo. En allemaal elektronische. Eens zien. Ik kom jou helpen, meneer Lightning. Wat is dat? Wie is dat? Oh mijn god, wat is dat? Meneer Donder. Oh, meneer Donder. Oh, hey Donder. Maat van me. Oh, daar staat hij, meneer Donder, jongens. Goed zo, Donder. Oh, val aan, mijn vrienden. Het lijkt dat het 2 tegen 13 is. Oh, ik heb ze ook even allemaal geteld. Heb deze krachtige bol bewaard tegen supervijanden. Zie maar, wat doet die? Boe, wat krijgen we? En toen... Bam! Ah! Oké, okay, wat er ook boven staat. 1 kilometer verder. Oh, mijn bil. Hé, hey, waar is hij? Hé, hey, daar ben je, plank. En je kunt nergens heen. Oh wel, over deze muur. Er staat politie bij die muur. Yes, hij trapt erin. Zo, eroverheen. Suffert. Jullie pakken me niet eens. Nee, wij niet. Maar hun wel. Shit. Hebben ze. Waarom staat die politie op de auto? Dank je voor het helpen. Geen dank hoor. Ik doe wat ik moet doen. Politie. Politie! Dit is jouw verdiende loon, Plankton. Oh, zit in de politieauto. Zo, ik ga naar binnen en ik ga slapen. Oh, gaat zijn haar komen? Maar eerst mijn haar komen en mijn pyjama aandoen. En dan ga ik pas slapen. Zo, ik slaap. Nou, top, mijn jongens! Ik ben nu al bijna 20 minuten aan het filmen. En, ik ben nog niet eens door de eerste strip heen. Dus misschien doe ik meerdere afleveringen hiervan, want... Dan moet ik zo wel gaan zitten lezen. Oh mijn god, er is echt nog heel veel namelijk. Oké, nu komen we op een spelletjespagina. Oh nee, help! Data Noppes heeft alle woorden door de war gegooid. Oh, dat is Data Noppes. Oh, en dan moet je... Oh, eventjes deze letters allemaal goed zetten. Dat gaan we niet doen. Hé Milo, dat gaan we niet doen, hè? Nee. Nee, dat doen we niet. Op de volgende pagina hebben we een voorstelling van The Evil Blue Man. Holy shit, kijk die muscles. Mr. Muscle. Oké, laten we deze tabel afgaan, want ik had blijkbaar een tabel gemaakt. Echte naam is John Jack Wilson. Lengte 1,82. Speciale krachten heel sterk. Heeft bijna meer krachten dan de Hulk. Gewicht 102 kilo. Leeftijd 24. Kleur haar blauw. Kleur ogen grijs. Sterkte. Niks. Middel hard. Deze grote schurk is heel sterk. Hij kan zowel 70 of 80 auto's optillen met één arm. Hij is bijna de grootste, sterkste schurk. Hij heeft een sterke huid die niet snel kapot gaat, alleen bij een hele harde pak rammels. Deze schurk werkt bij de SBS. Oh, ofwel de superboef spionage. Hij kan niet tegen vuur en zout water. Zijn huid is heel sterk. Hij heeft Lightning Man zelfs een keer verslagen. Eerst, als eerste zien in deze strip. Oh my god, ik kan niet wachten. Oké, volgens mij is dit de laatste strip. Lightning tegen de Evil Blue Man. Oh, deze is netjes ingekleurd, mijn jongens. Kijk nou, deze is netjes ingekleurd. Oh, dit zijn ook maar na 15 uur door de regen vliegen op zoek naar schurken. Nou, ik dacht het niet. Hé, hey, ik zie mijn huis. Nu 15 uur vliegen op zoek naar schurken, tref je ze op de raarste bam. Nou, hij doet tenminste niks. Kraak. Mijn huis, of nog erger, mijn bed. Het stopt met regenen. Nou, toch nog wat goeds. Boom. Het kan alleen maar erger zijn. Maar gelukkig houdt het snel op. What the fuck ben ik hier met zo'n weersituatie bezig? Waarschijnlijk was het chiller om met blauwe lucht te werken. Dus dacht ik van... Oké, ik doe even grappig. Dan doe ik weer blauwe lucht, want dat is chiller. Kom op, Lightning. Kopie hierbij. Houden, verslaan die gek. Hahaha, hij maakt alle gebouwen kapot, mijn jongens. Oh nee, nog een huisstuk. Ik lijk wel een oppasser. Ik stop jou wel.
Niemand stopt mij. Mij verslaan? Nee, echt niet. Oké, kom op, ik ben de sterkste. Je staat precies op de goede plek, Evil. En waag het niet nog iets te slopen. Ik spring straks heel hoog en dan kom ik bovenop Lightning. Oeh. Wat? Nee. Nu krijg je verdiende loon. Ugh. Zal Lightning winnen van deze grote schurk? Heb ook echt alles doorgekrast. Lekker bezig, Jer. Van mij kom je niet snel af, hoor. Daar moet je wel meer voor doen om mijn Lightning. Toen werd Lightning weer wakker in een kooi. En wat is er gebeurd? Oh nee, ik zit in een kooi. Ah. Weet je wat ik deed? Ik maakte eerst de tekstballon en toen ging ik er pas in schrijven. Maar je moet natuurlijk eerst schrijven en dan de tekstballon eromheen. Dat was echt fucking dom. Help! Wordt vervolgd. We hebben volgens mij nog 2 pagina's in deze mooie strip. Oh, er zijn ze hoor jongens. De leukste pagina waar we allemaal op hebben gewacht. Dit is echt geweldig. De leukste moppen in het ziekenhuis. Een patiënt is net uit narcose bijgekomen. Wat is er met me gebeurd, zuster? U hebt een auto-ongeluk gehad, meneer. En daarna bent u geopereerd. Ik lig dus in het ziekenhuis. In ieder geval het grootste gedeelte van u, meneer. Ik heb ook leuke moppen die jullie moeten weten. Weten met dubbel E. Kroontje. Waarom gooit een Belg het kroontje van een aardbei niet weg? Omdat hij dan denkt dat hij de koning is. Oké, jongens, ik heb er nog eentje. Nog een hele goede mop, oké? Jongetje. Opa, bent u vroeger ook jong geweest? Opa, natuurlijk, jongen. Jongetje, hihi, wat zult u er grappig uit hebben gezien? Zo met een lange baard en een bril op. Lees verder op de volgende bladzijde om meer moppen te kunnen lezen. Oh my god, er zijn meer moppen! Er zijn meer moppen, jongens. 2 gekken gaan fietsen. Onderweg laat de ene zijn banden leeglopen. Waarom doe je dat? Ze vraagt de ander. Het zadel stond een beetje te hoog. De leukste mop van de maand. Oh, dit is de leukste. Oké, die ga ik jullie vertellen, ja. Hoe vangt een Belg een haas? Alle Belgen meteen offended. Sorry, Nederlanders maken Belgen grapjes en Belgen maken Nederlanders grapje. In ieder geval, verder met de mop. Hij gaat achter een struik zitten en doet het geluid van een wortel na. Weet je waarom ik deze erin heb gezet? Omdat ik weet nog dat ik hier zo hard om heb gelachen, hè. Echt weer fucking dom. Want het wortel maakt geen geluid. Neem de volgende Lightning ook, want er zijn er weer 5 moppen. In februari, 1 februari ligt hij in de winkel. Jongens, haal hem op 1 februari, want dan ligt hij in de winkel. Inhoudsopgave. Oh, de inhoudsopgave zit achteraan. Oké, dat was hem jongens. Ik heb hier nog deel 2 en dit is de achterkant van deel 1. Zo'n coole poster, weet je wel. Hier hebben we de volgende strip. Die zullen we de volgende keer doen. Ik vind dit zo leuk. Oh my god, ik kan hier zo van genieten, hè. Volgende keer doen we er nog eentje. Want blijkbaar, dit is dus wel dingen die ik vaker kan doen. Tenminste, ik heb 3 strips. Laat me weten of je dit leuk vond. Ik vind dit echt geweldig. Zouden jullie het ook leuk vinden als ik überhaupt echt een strip zou maken? Bijvoorbeeld van de Traman of zo. Ik bedoel, dat is fucking vet. Ik bedoel, ik zou dat nog steeds willen doen. Maar ik zou dan niet meer zelf tekenen, you know. Vonden jullie het leuk? Dan kan je liken. En naast me kan je een nieuwe video aanklikken. En dan zie ik je de volgende keer. Milo, vond jij die mop met die haas leuk? En die Belg? Dat hij het geluid nadeed van een wortel? Nee? Oh.